Ik zit hier met een Nokia 920 en ik zit hier Alfred Monteri. Alfred, waar ga je heen? Alfred. Hallo Vincent. Ja, dag. Hey, jij als grote Nokia-lover, wat vind je van vandaag? Als je een beetje kijkt van de introductie van de 920. Ja, alles is goed aan het toestel, ook het besturingssysteem. Maar of het aanslaat, dat is de grote vraag. Ja, maar ja, als jij toch de telegraafsluizen aanzet, Alfred, dan gaat dat toch gewoon prima? Nou, je weet dat ik jou nooit tegenspreek. Nee. Okay. Ik ga nog even verder kijken. Aan de linkerkant heb ik de iPhone versus de 920. En eens kijken of dat nou in de werkelijkheid iets uitmaakt. We hebben het reclamebureau van Microsoft hier. Goedemiddag. Degenen die nog overblijven zijn alle marketingtypes en Nokia-types. Kijken hier, als we kijken met deze kleur. Hier is aan de linkerkant de iPhone. Vind ik de kleuren iets rood en iets helderder. Bastiaan. Ga eens even op meneer springen. Jij moet op meneer springen. Nou, je hebt nu de moeilijke jaren gehad. Wat denk je van het komende jaar? Ik denk dat het een mooi jaar gaat worden. Het wordt een heel mooi jaar. Ja. Even kijken. Ik loop nog eventjes door. We hebben een filmpje gemaakt. Ik ga even kijken naar dit bijzondere boeiende mengpaneel. Maar eigenlijk wat ook interessant is om eventjes te kijken naar de darkroom. Darkroom zei dat die Nokia 920 veel betere lichtgevoeligheid heeft. Dan ga ik even kijken hier. Zo. Aan de linkerkant heb ik de iPhone, aan de rechterkant heb ik dus weer die Lumia. En ik moet zeggen, het ziet er veel helderder uit op de iPhone. Maar we zullen eens kijken wat het in de werkelijkheid betekent. Ik zit in de darkroom van Nokia. Goed, dus ik heb even gekeken naar. Ik ben altijd een heel groot voorstander van stabilisatie, videostabilisatie. Want ik ben niet zo ontzettend goed. Maar nu hebben we daar een mooi filmpje van om die allebei naast elkaar te zien. De iPhone 5 en de Lumia 920.